Opnieuw tot overwegende dat en verzoekt het college. En deze motie dienen wij in, mede namens ChristenUnie 50+, D66, VVD en Voor Baren. Overwegende dat het woningbouwplan aan de Schoolstraat een schoolvoorbeeld is van door alle fracties gewenste inbreiding. Overwegende dat hiermee 24 levensloopbestendige woningen in het centrum van Baren aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Overwegen dat uitvoering van het woningbouwplan. Een bewogen vergadering gaat vanavond. Allereerst het pasveerterrein. Tevreden met de uitkomst? Ja, absoluut. Het pasveerterrein, daar kan gebouwd gaan worden. Tenminste, dat moet volgende maand of over 2 maanden in de raad komen. En dan wordt er een klap op gegeven. Het voorstel om daar die ontheffing te geven, zodat er gebouwd kan gaan worden. Die ontheffing voor het aantal woningen in een wat goedkopere klasse. Unaniem is het aangenomen door de raad. Ja. Voor sommigen, en dat snap ik ook, met enige frisse tegenzin. Want eigenlijk zouden we het liefst wel meer betaalbare woningen willen hebben. Maar het alternatief was geen woningen. Ja. 24 woningen gaan er komen. Parkeren ondergronds. Ondergronds, dus op zich heel mooi. Overeenstemming met de buurt, dat is dus ook heel mooi. Want dat zorgt ervoor dat er dus redelijk snelheid gemaakt kan worden in huis. Ja, dat is altijd de voorwaarde dat je in ieder geval met de buurt in overleg gaat. Het is geen voorwaarde dat je daar volledige instemming hebt. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, er is altijd wel een omwonende die bezwaar maakt. Ik bedoel, er zijn misschien 60 betrokkenen. En als er dan 1 bezwaar maakt, dat kan. Dus dat is een mooie uitkomst. Ja, ik vind het een mooie uitkomst. En het wordt ook een heel mooi plan. Wat volgens mij ook voor de buurt een hele kwaliteitsverbetering gaat betekenen. Ja, en teruggekomen dus op bedrijfsunits die er eerst zouden komen. Ja. Mooier kan het dus eigenlijk niet. Nee, dat is zeker mooi. Kijk, nu staan er oude bedrijfsunits. Het makkelijkst voor die initiatiefnemer is om die gewoon te vervangen voor nieuwe bedrijfsunits. Ja. Daar is eerlijk gezegd ook vraag voor. Dat hebben we op de Noordschil gezien. Ik ben blij dat in eerste plaats de wethouder komt net bijschuiven. Maar dat hij zelf in gesprek gegaan is met de initiatiefnemer. Van joh, doe dat nou niet, valt er nog te praten. Ja. Nou ja, dat we dat gelukkig toch een beetje op het laatste nippertje dat het toch lukt. Ja. Dan over de speeldoos. Daar is vanavond behoorlijk over gesproken. Ja. Veel schorsingen geweest om tot overeenstemming te komen. Tevreden met de uitkomst? Eerlijk gezegd niet. De speeldoos heeft aangegeven heel erg behoefte te hebben aan snel duidelijkheid. Ja. En ik ben bang dat er nog steeds veel verwarring is. Ik snap dat ook wij van het CDA toch een andere route genomen hebben. Wij zijn weer teruggekeerd op onze schreden en hebben gezegd, we stellen een bedrag vast en daarmee zou je het moeten doen. Even als slogan, 4 miljoen en dan moet je het maar mee doen. Daar hadden we ze vandaag nog duidelijkheid kunnen geven. Ja. We kregen het verwijt van ja, jullie zijn eigenlijk de enigen die een draai gemaakt hebben na de vergadering van afgelopen februari. En dat is niet helemaal waar. Wij hebben daar wel een draai teruggemaakt. Maar ik hoor ook partijen zeggen, ja, laten we toch maar weer het oude plan met de bibliotheek en de speeldoos in 1 weer bij elkaar gaan voegen. Ja. Ja, daar waren we nou net van afgestapt. Ja. Dus ik ben bang dat daar nog steeds veel verwarring over is. En dat we in de tussentijd wat labmiddelen moeten bedenken. Maar laten we daarbij vooral niet vergeten ook aan de speeldoos zelf te vragen wat zij kunnen bijdragen. Want ja, een beetje zoals John F. Kennedy vroeger zei, vraag niet alleen wat het land voor jou kan doen, maar wat jij ook voor het land kan doen. Ja. Dus wij vragen dan ook, en dat zal volgende maand aan de orde komen, aan de speeldoos wat zij zelf kunnen doen. Ja. Dan eigenlijk motie nummer 3 zou ik bijna zeggen. Dat gaat over het Maarschalks Bos. Tevreden met de uitkomst van deze avond daarover? Ja, daar was wat verwarring over wat nou de juridische consequenties van een en ander zijn. Ja. Wij zeiden, ga gewoon die verklaring van recht aanvragen. En ga in de tussentijd ook gewoon met een disclaimer dat je het stop kan zetten, de aanbestedingen doen. Nou ja, daar zagen een aantal mensen wat risico's in. We hebben afgesproken de volgende maand op terug te komen, dan nog eens goed te overleggen wat er wel mogelijk is. Wat mij betreft is de essentie van de boodschap, laten we alsjeblieft kijken waar we versnelling kunnen krijgen. Want in het dossier Maarschalks Bos is tijd niet onze vriend. Nee. We hebben hier de bestuurder van Meander gehoord en die zegt ik heb haast. We hebben gesproken over een uitwisseling met het Zandvoorterrein, dat is eigendom van Woonzorg Nederland. Ja, Woonzorg Nederland zou ook niet tot Sint-Juttemus geduld hebben voordat ze iets met die locatie kunnen doen. Dus tijd is niet onze vriend. We moeten een beetje opschieten. Ja. Mark Veldhuizen, aan het eind van de raadsvergadering, 2 belangrijke onderwerpen waar u verantwoordelijk voor bent. Allereerst natuurlijk gaan we naar de speeldoos toe.
tevreden met de uitkomst van deze avond? Nou, gemengde gevoelens. Ook omdat het natuurlijk een heleboel dingen weer terugkomen. Mensen terugkeren op schreden. Ja. Weer andere ideeën hebben. Uiteindelijk zijn we weer teruggekomen op het raadsbesluit. Of in ieder geval de aangenomen motie van februari van dit jaar. Ja. Waarin juist die unanimiteit zo mooi was. Uiteindelijk is het veel dimdammen. Het raadsvoorstel, zoals het college dat heeft gedaan, is nu aangenomen. En dan kunnen we nu ook daadwerkelijk gas geven om te zorgen dat de speeldoos over 2 jaar, over 1,5 jaar, over 3 jaar de speeldoos is die we met z'n allen willen. Ja. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we de speeldoos willen houden in Baren. Behouden, om het nog mooier te zeggen. Verschillende fracties gaven wel aan dat ze meer gas willen geven dan de wethouder wil geven. Ja, ik wil de realiteit niet uit het oog verliezen. Nee. En ik kan pas uitspraken doen over termijnen op het moment dat we een team hebben samengesteld waarvan we zeggen, met de speeldoos samen, ja, ja. Van... Dit team hebben we nodig om het vraagstuk dat voor ligt helder te krijgen. Ja, en dat moeten die moeten A, beschikbaar zijn. U weet hoe het werkt. Gemeentes zijn verplicht om aanbestedingen te doen. Ja, die mensen moeten beschikbaar zijn. Die moet je vinden. Die moeten offertes. Die moeten beoordeeld worden. Ja, dat vraagt sowieso alweer een periode. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om er daarop vast te pinnen. Eigenlijk stond het, wij hadden als college dit voorstel ook in juni op de agenda willen hebben. Ja. Want ja, we zijn nu dus even juni naar september, 3 maanden verder. En dat maakt wel dat daar dus ook in die tijd, ja. En weet je, ik hoop dat dat ook voor de inwoners duidelijk is, en voor alle betrokkenen, dat ik wel degene ben die zegt van joh, als we het doen, doen we het of goed of niet. Punt. En dat is het hele college met elkaar mee bezig. Ja. En ik pak. Denk ik ook redelijk door van zaken die echt voor liggen, die lang liggen, die te lang duren. Ja, en ik ga dus ook niet een garantie geven die ik niet na kan komen. Nee. En dat is hetzelfde van die 190.000 euro. Dat is ruim begroot. Ja, ik kan zeggen, dat is mijn volgende. Ja, dat is ruim begroot aan de voorkant een keer. In plaats van we gaan het onderzoek doen en achteraf blijkt het zoveel kost te hebben. Ja. En dat wil ik voorkomen. Het is voor een heleboel mensen vervelend om dat te horen, maar... Ja, we hebben natuurlijk over wat er in het verleden allemaal al geïnvesteerd is. Ja, dat is omdat er veel gedaan is. Mm. En achteraf dat zich openbaart. En nu is het aan de voorkant helder. En ik ga er ook niet vanuit. En ik heb dat ook net in de raad gezegd. Het is geen target om 190.000 euro op te maken. Sterker nog, als het voor een ton kan, of misschien nog minder. Goed. Dan ben ik de eerste die daar een voorstander van is. Ja, het pasvierterrein. Als wethouder het initiatief genomen om met de ontwikkelaar rond de tafel te zitten om toch van bedrijfsunits over te stappen naar woningbouw. Er ligt een prachtig project en dan leek het er dus eventjes op dat het niet door kon gaan. Vanavond heeft de raad daar een motie over aangenomen. Tevreden met die motie? Ja, ik ben tevreden met de waarschuwing die ik ook aan de raad heb meegegeven. Ja. Dat er wel een kans is op presidentwerking. Ja. En ja, dan zal de raad daar ook weer zich op dat moment over moeten buigen. Van vinden we dit een vergelijkbare situatie, ja of nee? En gaan we daar wel of niet in mee? Nou, het enige voordeel denk ik dat we hebben is dat binnen nu en 2 maanden, hè, want in november komt dan in de komt cyclus... Die woonvisie. Dat heette de vernieuwde woonvisie, maar dat wordt een volkshuisvestingsverordening. Ja. Dus dat is iets strakker. En nou, daar heb ik alle vertrouwen in dat dat gaat komen. Want in de vorige raadsvergadering, in de debatraad, werd zelfs de mededeling gedaan of we dit niet voor 10 jaar konden vaststellen. Omdat het zo'n doorwrochte contouren zijn van een volkshuisvestingsprogramma. Ja. Nou, dat kan wettelijk niet. Hè. Je kan maximaal 5 jaar. Maar het geeft wel aan dat binnen de raad dat draagvlak in mijn beleving is. Maar dat kan ik u. Kunnen we eind november met elkaar er nog eens voor gaan zitten? Van was dat ook echt zo? Ja. Dus eigenlijk tot eind november is de president die nu geschapen is. Kan nog een probleem opleveren? Ja, de kans op president. En ik weet niet of het dan een probleem is. Want uiteindelijk zijn woningen. En die nood voor alle categorieën is hoog. Ja. En kijk, het voordeel van bijvoorbeeld een pasveerterrein, de Schoolstraat, is dat we daar doorstroming krijgen, omdat dat voor senioren bestemd is. Ja.
En die laten een huis die achter. Die laten een woning achter, waar dan mensen die een volgende stap in hun wooncarrière zijn, of een derde stap in hun wooncarrière, naar die huizen. Dat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken dat elke verhuizing van een senior vier tot zeven vervolgverhuizingen oplevert. Ja. Dus ja, ik denk dat de verhuisbedrijven wel vrolijk zijn na de uitslag ook van deze vergadering. Ja. Belangrijk onderwerp wat in uw portefeuille zit aan de orde geweest, het Maarschalksbos. Er is veel over gesproken. Tevreden met de uitkomsten van wat er deze avond over tafel is gegaan? Nou, kijk, volgens mij is het goed dat de Raad de intentie uitspreekt dat nou, ze in ieder geval het ziekenhuis toch echt wel willen behouden. Dat wil het college ook heel graag. En dat er een oplossing gezocht wordt om meander comfort te geven om toch door te gaan met de ontwikkeling. En zodat op het moment dat die erfpacht afloopt in 2025, dat we dan toch ook zicht hebben op een mogelijke ontwikkeling. Ja. Nou, hoe we dat met elkaar moeten regelen, dat gaan we de komende tijd nog even overleggen. Maar ik denk dat die intentie vooral het belangrijkste is. En dat moet bijblijven van deze avond. Ja. Nog een ander punt. Wel of niet buiten de contouren van wat nu het gebouw is, bouwen. Is dat iets wat serieus overwogen wordt? Ja, dat staat in de noten van randvoorwaarden en uitgangspunten. Ja. Dus daar hebben we gezegd, er zijn eigenlijk twee opties. De eerste optie is, blijf je binnen de contouren van het huidige gebouw. Ga je dat volume invullen. Maar er is de optie geboden om daar volume aan toe te voegen. Het volume van het oude zusterhuis. Ja. En daar zou je dan een ziekenhuis in kunnen bouwen. Daar het ziekenhuis, zodat je het hele gebouw wat nu staat kunt gebruiken voor zorg. Zeker, want daar is de afspraak in 1965 heel helder over. Als we iets bijbouwen, dan is dat altijd een ziekenhuis. Ja, het gaat steeds ook over het legaat, hè, wat 1920 door mevrouw IJzendijk aan de gemeente is geschonken. Zijn we er in die zin van af dat we zelf nu verder kunnen? Die verklaring van recht die dus gevraagd wordt. Als we die verklaring van recht hebben, is het dan duidelijk, zijn we er dan helemaal klaar mee? Hebben we dan niet meer met de erfgenamen te maken? Dan is het zoverre dat dat vraagt dat de uitleg die wij geven aan het legaat, dat die klopt, zeg maar. Hè? Daar heb je dan een uitspraak op. Maar daar ben je niet af van eventuele juridische procedures. Want als je nou een vergunningtraject gaat doen of je gaat nog een bestemmingsplan traject doen, dan is daar ook gewoon mogelijk om daar tegen in beroep te gaan. En dus op het moment dat er een vergunning verleend wordt, kunnen belanghebbenden daartegen in beroep. En dat geldt bij het bestemmingsplan ook zo. Ja, oké. Okay. Er is een nieuw erfrecht tot 2025. Hè? En in het eerdere was het zo dat als meander eruit ging, dan moesten ze het weer schoon opleveren, zeg maar. En dat is nu niet meer het geval. Nu ligt het bij de gemeente. Dat is goed dat ik dat kan herstellen, want dat heeft altijd in de erfpachtovereenkomst gestaan. Okay. Dus ook in de eerste erfpachtovereenkomst is altijd al duidelijk geweest, als meander daar weg zou gaan, dan zouden de opstallen terugvallen aan de gemeente en die moet daar dan een bedrag voor betalen. Ja. En in de verlenging die we daar in 2019-2020 op gedaan hebben, zijn diezelfde voorwaarden die we eerder hebben gemaakt met meander zijn daarin opgenomen. Dus daar is wat dat betreft niets in veranderd. Er is niets in veranderd, dat is nog steeds zoals het was. Kortom, het klopte gewoon niet wat daar over dat ging pers niet helemaal goed. En naar voren is gekomen. Ja, nee, dus dat is echt dat is goed om dat hier nog even te melden. Ja. Is dit een hoofdpijndossier? Nou, het is in zoverre misschien een hoofdpijndossier, is dat het natuurlijk ongelooflijk belangrijk is dat we die zorgfunctie voor Baren behouden. Ja. Want die kans die daar ligt, die heeft elk dorp niet zomaar. En zeker niet zo'n dorp van deze omvang. Ja. Dus we moeten die kans echt niet laten lopen. En ik denk dat heel veel inwoners het ook belangrijk vinden dat meander blijft. Dus daar doe ik hard mijn best voor.